U hoort het misschien niet bewust, maar elk kwartier zweeft er boven Leuven verschillende melodietjes. Dat is voor het uren aan te geven, kwartieren en het half uur. Wij staan hier in de Sint-Pieterstoren en we staan aan het automatisch speelwerk. Want het is zo, ja, een bijaardier die speelt natuurlijk wel graag bijaard, maar hij gaat niet om het kwartier naar boven rennen om iets klein te spelen voor het uur of voor het kwartier of voor het half uur. Daarom zijn we heel dankbaar dat er zo'n trommels bestaan die dat werk voor ons doen. Te vergelijken met een grote muziekdoos. Het principe is eigenlijk al heel oud en dat stamt uit de 14e, 15e eeuw, het principe dan. En dat is dus eigenlijk wel een analoge computer. Want je kunt dus melodieën versteken, melodieën programmeren, zoals we ook zeggen. Voilà, zie hier een heel oude computer. Maar nu was het toch al een hele tijd geleden dat die trommel werd verstoken. En naar aanleiding van het Dirk Bouts jaar gaan we dus muziek versteken van de tijd van Dirk Bouts. En die melodie heet Gaudé. Dat wil zeggen, verheugt u. Gaudé. En ik denk dat jij veel plezier gaat beleven door in die trommel te kruipen. Dus verheugt u er maar op. Dus wat je nu zou moeten doen, is die pinnen eraf nemen. En achteraf ga ik dus die pinnen daar terug opzetten. Maar dan nieuwe pinnen op andere plaatsen. Zodanig dat we een andere melodie krijgen. De torenwachter is nu die pinnen aan het losvijzen. Zodanig dat wij daar ook andere pinnen kunnen insteken, want we gaan andere melodieën steken. Een torenwachter was vroeger iemand met een belangrijke functie. Dus vroeger was er geen elektriciteit en werd die trommel aangedreven door een groot gewicht. En het was een torenwachter die dat gewicht dus elke dag moest opdraaien. Het is hier doodsgevaarlijk. Jij hebt toch een verzekering? Nu, wat de mechanische trommels betreft, zijn er nog maar een stuk of zes in Vlaanderen. Dit is toch wel eigenlijk een uniek stuk hier in Leuven. Hoe werkt zo'n trommel eigenlijk? Dus die trommel die staat vol pinnen. Nu, die pinnen hebben natuurlijk een functie. Als die trommel ronddraait, dan komen die pinnen tegen het trommelklavier. Dat bestaat uit winkelhaken die naar boven gaan en dan terug naar beneden. Dus wat gebeurt er dan? Dat klavier is verbonden met een draad. Dat gaat helemaal naar boven. Dat is op zijn beurt verbonden met die hamer. Die hamer wordt weggetrokken en valt dan terug. Dat is het moment dat men een geluid hoort. Dat is dan een noot van de melodie die we dan gestoken hebben. Nu is natuurlijk de vraag van hoe weet ik nu in welk gat moet ik welk pin steken? Wel, daarvoor hebben wij iets dat een versteeklat noemt. En die gaan we dan heel mooi hier ergens zetten. Dat moet mooi passen. Ja, het past mooi in die gaten. En dan weet ik van waar ik moet beginnen. Dat is hier de E, in mi zeggen wij meestal in Vlaanderen. Dan de F, dat is de fa. Dan de fis, dat is de fa kruis. De G, dat is de sol. En zo verder. Drie octaven tot de hoge fa. Dus dat is een sol. Dat komt overeen met G. Voilà. En we zetten die daar zo in. En dan de technicus dat straks wel goed aanwijzen. Ja, dit is nog altijd het uur, ja. Het uur is het langste, hè.
Ik heb de goede medewerking van een technicus van de stad. Dit is in die trommel zit. Je kunt dat niet geloven. Maar daar zit dus iemand in de trommel. Er zijn verschillende melodieën van de 15e eeuw die we erop zetten. We zijn nu begonnen met de melodie van het uur, Gaudé, dus verheugt u. Dat werd gezongen ter ere van Maria, hier in de kerk op de eerste zondag van september van de 15e eeuw. Dus dat heeft hoogstwaarschijnlijk Dirk Bouts toch wel gehoord. En wij denken ook die andere melodieën, omdat die allemaal een link hebben met Leuven. Nu, in Vlaanderen zijn er zomaar, denk zes, ja, zes trommels die... Die nog kunnen verstoken worden. Eigenlijk is dat een ambacht ja, die ja, nog niet veel mensen meer kunnen doen. Dat wordt nog aangeleerd in Mechelen, in de Bijaardschool van Mechelen, natuurlijk ook in Nederland. Zodanig dat de mensen, als ze dan toch in Leuven komen, in Mechelen, in Antwerpen, in Gent, in Brugge bijvoorbeeld, in Lier, ik denk dat ik ze nu allemaal opgenoemd heb. Als ze daar dus stadsbaardier worden, of ze moeten daar helpen, dat ze dat toch alleszins nog kunnen. Want anders zou dat dus een ambacht zijn dat gewoon verloren gaat. En ik ben blij dat dus dat in Leuven nog wel kan. We gaan daar onder de bomen wat zitten. Het is 6:10, dus we kunnen nu binnen 10 minuten luisteren naar het uur. En hopelijk valt het dan mee, hè. Fantastisch, hè? Daar drinken we op. Schoon.